De Sint is de stad uit. Tijd is voor de kerstman. En die zal je ongetwijfeld komend weekend tegen het lijf lopen op de kerstmarkt in Sint-Niklaas. Zo'n 80 chalets zijn er aanwezig, 2 grote muziekkiosken en natuurlijk heel veel verkoopmateriaal en heel veel lekkers om te proeven. Wat er eigenlijk opvalt op de kerstmarkt is dat wij met Ox van Wereldwinkels toch wel een 17-tal chalets bemannen. Wat is de bedoeling? Dat we met Ox van toch het verschil willen maken met de gewone traditionele kerstmarkt door Fairtrade producten te verkopen. En er is meer. Tijdens de kerstmarkt kan je ook proeven. In een gezellige feesttent stellen de Ox van vrijwilligers hun Fairtrade producten zoals koffie en thee voor. Of je kan er een diversiteit aan wijnen komen ontdekken. Onze wijnen zijn wel gekend, worden ook wel overal heel goed geprezen eigenlijk. En met de feestdagen, de eindjaarsdagen, hebben wij speciale promoties. Een 3-tal suggesties worden gegeven in een geschenkdoos aan heel goede prijzen eigenlijk. Maar wij staan eigenlijk wel heel goed, niet alleen met Chileense wijnen, maar ook met Afrikaanse wijnen en dergelijke. Wat we ook wel hebben, kwaliteitsvol, zijn onze bubbels. En het zijn niet gewone bubbels, het zijn ook roze bubbels, die ook wij qua prijskwaliteit heel goed van. De kerstmarkt in Sint-Niklaas wordt voor velen een ontdekking. Want in tegenstelling tot wat velen denken, is het aanbod aan Fairtrade producten heel groot en divers. Wat je niet in de supermarkt vindt, zijn de geschenkartikelen. Ook het speelgoed, eigenlijk hebben we veel meer, ook verzorgingsproducten. Heel mooie geschenkartikelen, maar wij willen ook meer zijn met een wereldwinkel door er iets meer cachet aan te geven en ook eigenlijk ook meer uitleg erover te geven. Wil je mee het verschil maken? Kom dan dit weekend naar de kerstmarkt op de Grote Markt in Sint-Niklaas en ga op cadeautjesjacht tussen allerlei eerlijke geschenken.